Ja, Jan, je moest misschien wel, maar je ging ook naar buiten. Dat is in ieder geval netjes. Maar wat was er precies aan de hand? Wat wilden de supporters weten? Nou, die jongens zijn ontevreden. Ik kan me dat voorstellen als je tegen 9 man 2-2 speelt. En dan een elftal ziet voetballen die, ik geloof dat we 25 kansen hebben gehad. En als je ziet de bal op de lat en paal, doen we erop. En dan wordt toch het eindresultaat, geeft dan een ongelooflijk ontevreden gevoel. Hè. Die mensen hebben ongelooflijk de pest erover in. Maar dat hebben wij zelf ook. Maar een supporter, ja, dat is een supporter. Die beleven toch wat anders dan spelers. En die willen dan op een gegeven moment willen ze gewoon toch een keer met de trainer. Joh, we willen de trainer een verklaring komen geven. Nou, ik heb gewoon uitgelegd, joh, zeg maar wat er aan de hand is. En ik geef al antwoord, dat heb ik net gedaan. En dat is, vind ik, op een hele, hele prettige en positieve manier geweest. Kijk, ik vind als je iets uitlegt op een normale manier, daar staat iedereen open voor. En als je je gezicht niet buiten laat zien, dan kan ik me voorstellen, dan krijg je misschien alleen maar rottigheid. Maar deze mensen hebben Sparta, ja, die dragen dat zo diep in de hart, dat ja, die slapen gewoon 2 dagen niet. Ik moet eerlijk zeggen, daar heb ik zelf geen last van, maar ik kan me wel hun woede kan ik wel begrijpen. Ja, want, ja. Je speelt tegen Dordrecht, tegen 9 man. Ja, dan mag je absoluut nooit met 1 punt naar huis gaan. Nee, maar ook toen je geen Sparta-trainer was, je hebt altijd wel een warm hart gehad voor deze club. Dus jij moet ook enorm gefrustreerd op die bank hebben gezeten, denk ik. Dat is ook wel zo. Alleen, ja, een trainer die zoekt altijd naar verklaring. Een supporter is heel emotioneel. Een trainer moet niet te emotioneel zijn, want je moet altijd dat je een behoorlijke beslissing en ook de oorzaak gaan zoeken. Nou, en daarvoor moet je als trainer altijd een beetje afstand nemen van de situatie. He, wel enorm kritisch blijven, maar ja, niet reageren als een supporter. He, een supporter mag zo reageren. Een trainer moet altijd rustig blijven en kijken hoe je die ploeg weer aan het voetballen kan krijgen. Hoe je die ploeg weer laat winnen. Daar gaat het om. 2-2 tegen 9 man, maar je nuanceert het al een beetje als je zegt van nou, we hadden wel behoorlijk wat kansen gehad. Ja, nou ja, hoeveel keer heb je op de kool geschoten? Ik denk als je alle kansen op een rijtje moet zetten, dat je 5 minuten bezig bent met tv-beelden. En in de eerste helft had je al 4-5 moeten staan. Hè. We zeiden op de bank, dit wordt nog een vervelende wedstrijd, hè, tegen 9 man. Als zij hoeven alleen maar 1 ding te doen, tegen te houden en uit te counteren. Ja, en dan vind ik dat wij, dat zeker het balverlies, dat we dat niet goed hebben gedaan. Als je met 3 mensen tegen 1 spits staat, ja, dan moet je niet met z'n 3 achter hem gaan staan. Maar is dat in deze zin dan ook een incident, deze wedstrijd? Of ben je bang dat, dat je echt iets zal moeten omgooien? Nou, kijk, een incident, tegen 9 man speel je niet iedere week. Dus dat zal eens in een seizoen, ik heb het 1 keer bij Zwolle meegemaakt. En was het een hele moeizame 2-0 overwinning, hoor. Moet ik eerlijk tegen Cambuur zeggen. Die zijn ook niet van de kool afgekomen, maar je creëert er ook verder heel weinig. Dus dat zijn niet simpele wedstrijden. Alleen het zijn wel wedstrijden die je gewoon moet winnen. En als wij wat minder slordig met de kans om waren gaan, want ik vind het wel slordig, dan had het misschien al 6-2 geworden. Ja, maar je bent niet van plan op grond hiervan inderdaad dingen echt om te gaan gooien, gewoon verder met waar je mee bezig was. Dus. Nou ja, omgooien. Je moet ook de mogelijkheden hebben om het om te gooien. Kijk, volgende week is Martin Droom weer van de partij. Nou, die zal onherroepelijk weer gaan spelen, want die doet het uitstekend op dit moment. Ja, dus maar verder, je moet ook kijken wat je achter de hand hebt. En ik denk dat wij op dit moment het beste elftal op de mat brengen. Ja, wat wij denken als technische staf. Hè, dat is logisch. De trainer stelt het elftal op waarvan hij denkt dat hij het meeste resultaat kan hebben. Nou, en dat is dit elftal. Alleen je bent na 4 minuten al genoodzaakt om te wisselen. Hè, dat speelt ook nog eens mee. De Roon geschorst. Hè, dus op dit moment heb je toch. Ja, het zit ook niet echt mee. En daar ga ik me niet achter verschuilen. Maar het is wel vaak een elftal wat op een gegeven moment zoekt naar een keer een overwinning. Of smakt naar een overwinning, snakt naar een overwinning. He, daar moet er ook een keer mee gaan zitten. En als je vandaag ziet, ik weet niet hoe vaak de paal aan de lat getroffen is. Ik vind het ongelooflijk jammer. Ik ben ongelooflijk teleurgesteld. Aan de andere kant, ja, ik verwijt niemand wat. Alleen dat we de bal erin hebben geschoten. Meer kan ik iemand niet verwijten. Oké, okay. Succes. Volgende wedstrijd.